Eerst dacht ik dat het een geintje was. En toen kwam er een grote verwondering over me heen. Van wat is hier gaande? Want waarom weten wij hier niks van? In één keer hoor je dat via de media. Ze denken over het weer invoeren van lijn 138. De oude bus die hier ook heeft gereden heeft. En in één keer zeggen ze van jongens, we willen hem weer terug hebben. Terwijl wij hier bijna 4 jaar ons best doen om in elk geval nog openbaar vervoer te bieden. De buurtbus werd opgericht toen de vaste buslijn 138 van Connection 4 jaar geleden werd opgeheven. De bus draait volledig op vrijwilligers en komt op plekken waar verder geen openbaar vervoer komt. We hebben begrepen dat ze 65.000 passagiers hebben vervoerd het afgelopen jaar. Wij denken dat dat wel gelegitimeerd is om daar een reguliere buslijn op te laten rijden. Of een combinatie daarvan, hè, dat je in de spitstijd een reguliere bus laat rijden. In combinatie met de buurtbus, omdat je natuurlijk ook verder gelegen gebieden die misschien niet helemaal rendabel zijn, ook wil bedienen. De vraag is, wat gaan wij dan doen? Want dan krijg je een grotere bus en een kleine bus die in dat traject gaan rijden. Dus dan zouden wij niet moeten rijden. Wat ik een beetje ontbreek in het hele verhaal van de gemeente is ook dat ze niet denken aan die vrijwilligers die op dit moment hier hun best doen. 55 chauffeurs die houden op dit moment die dienstregeling in stand. Die moeten we dan zeggen, joh, dan gaan die grote bussen rijden, dan ga jij maar niet rijden. Het is niet netjes naar de vaste mensen toe. De gemeenteraad van Enkhuizen heeft het college de opdracht gegeven om in gesprek te gaan met de provincie over de herinvoering van buslijn 138. Bij de buurtbus zien ze daar geen toekomst in. Op dit moment niet. Vanuit de huidige cijfers die wij hebben, denk ik niet dat het mogelijk is. Want ik denk niet dat het rendabel is om hier een grote bus erbij te laten rijden.